Schenk. Ja, voorzitter. We zitten hier vandaag omdat het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad van Teylingen wil horen hoe zij de spreidingswet, misschien wel beter bekend als de asieldwangwet, het beste tot uitvoer kunnen gaan brengen. En ik vind het al direct een totaal verkeerde insteek van dit debat. En ik zal uitleggen waarom. We hebben te maken met een dwangwet die gemeenten dwingt tot het opvangen en of huisvesten van immigranten, waar dat voorheen een vrijwillige keuze was. VVD-staatssecretaris Van den Burg, nog bekend van de uitspraak hoe meer asielzoekers, hoe beter, kan direct ingrijpen en gemeenten zelfs volledig overroelen om deze grootschalige immigrantenopvang mogelijk te maken. En zo wordt heel Nederland omgetoverd tot een asielzoekerscentrum. Voor Teylingen betekent het 252 asielzoekers, maar voor Katwijk bijvoorbeeld 398, voor Noordwijk 275, voor Lisse 140 en voor Hillegom 135. Wanneer deze ontwikkeling doorzet, valt er straks met recht te zeggen welkom in AZC de Bollestreek, waar je als Nederlander jarenlang moet wachten op een woning en de eerste de beste immigrant voorrang krijgt en waar je je lasten meer en meer ziet stijgen omdat elke asielzoeker ons maandelijks 3.000 tot 6.000 euro kost. Terug op waar ik mee begon. Waarom is de insteek van dit debat verkeerd? Omdat zonder enige twijfel, zonder enige moeite, zonder enig gevoel besloten is dat we dit maar gewoon gaan doen. Het is in niemands hoofd hier, ook niet bij het college, opgekomen om ons er tegen uit te spreken of grofweg gewoon te weigeren deze wet uit te voeren. We worden volstrekt overklast door Den Haag. Onze lokale democratie wordt buitenspel gezet. We staan voor aap en worden gepasseerd. En waarvoor? Voor het faciliteren van de volledige uitholling van onze leefbaarheid, woningmarkt, verzorgingsstaat, veiligheid en nationale identiteit. Hoe kun je nou gewoon ja en amen zeggen tegen deze wet? Ik vraag me echt af, hoe kun je? En aan zowel raad als college vraag ik dan ook, bent u de politiek ingegaan om het algemeen belang voor de Teylinger te dienen of om het uitvoerende slaafje van de Rijksoverheid te spelen? Een cruciale vraag die gesteld moet worden. Vorig jaar werd hier in Teylingen een raadsvoorstel aangenomen om in voorbereiding op de toen mogelijk aanstaande asieldwangwet een locatie te zoeken voor 102 asielzoekers. En een jaar later is daar nog geen resultaat uitgekomen. En alleen daaruit blijkt al de onmogelijkheid voor het uitvoeren van deze wet. Immers verplicht de taakstelling ons nu tot 2,5 keer zoveel, 252. En daar gaat het niet bij blijven. Teylingen dient immers voor 1 juni 2025 252 plekken gerealiseerd te hebben. Maar ondertussen zal de ongebreidelde asielinstroom doorgaan. In de Telegraaf was vorige week te lezen dat waar de spreidingswet momenteel uitgaat van 96.000 opvangplekken over het land verspreid in 2025, dat er op 1 januari 2026 133.500 moeten zijn. In 2021 verwelkomden we bijna 40.000 asielzoekers in Nederland, in 2022 bijna 50.000, net als in 2023 ook bijna 50.000. En in het meest aannemelijke scenario wordt voor 2024 uitgegaan van bijna 70.000 asielzoekers. En een groot deel daarvan zal in de loop van de tijd met voorrang gehuisvest worden, waardoor voor 1 januari, zoals zojuist gezegd, 133.500 plekken nodig zijn. Immigranten afkomstig uit delen van de wereld met een volstrekt andere cultureel-etnische samenstelling. Het is een proces van de demografische vervanging van de inheemse Nederlander en het draait op volle toeren. Een lang verhaal kort. Het gaat niet bij dat onmogelijke aantal van 252 blijven voor Teylingen. Het gaat alleen maar meer worden en er is al geen ruimte. De spreidingswet maakt het mogelijk om asielzoekersopvang uit te ruilen voor met voorrang huisvesten van asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning verkregen hebben. En een optie die hier bij uitstek in voorziet is sociale huur. Indien het college daadwerkelijk uitvoering wil gaan geven aan deze dwangwet, zal dit een optie gaan worden. Katwijk, vangen jullie onze immigranten op, dan huisvesten wij die van jullie hier in Teylingen. Wij krijgen er immers met Nieuw Boekhorst zo'n 400 sociale huurwoningen bij. Sociale huurwoningen die eigenlijk naar eigen inwoners zouden gaan. En toen ik het college onlangs vroeg of de optie voor het huisvesten van immigranten in Nieuw Boekhorst uitgesloten kon worden, kreeg ik te horen dat het te vroeg was om dit te kunnen doen. Je kunt het scenario zo uittekenen. Teylingers mogen nog langer wachten, nog meer betalen, worden geconfronteerd met nog meer discriminatie op de woningmarkt, omdat deze asieldwangwet, deze omvolkingsdroom van de Nederlandse bestuurlijke elite, doorgang moet vinden. En dat is een absolute schande. Het college beweert ondertussen ook nog eens dat het realiseren van asielzoekersopvang in Teylingen in lijn is met de speerpunten in het raadsprogramma. Een volstrekte verdraaiing van de feiten. In het raadsprogramma staat hier niks over vastgesteld. Ik heb hem ondertekend om het Teylings belang te dienen, niet om Teylingers te discrimineren omdat ze Nederlander zijn.
En toch beweert het college dat ambities als doorstroming op gang brengen, een passende woning voor alle doelgroepen en onderzoek naar tijdelijke woonconcepten in lijn is met uitvoering geven aan deze dwangwet. Woorden waar ik me in de verste verte van distancieer, want voor Forum voor Democratie betekenen deze woorden Nederlanders, tijdelingers aan een woning helpen. En het is schrijnend om te zien dat wij de enige partij lijken te zijn die hier onze prioriteiten wel op orde hebben. Voorzitter, uitvoering geven aan deze wet is zowel onmogelijk als onwenselijk. Onmogelijk met het oog op de beperkte ruimte en onwenselijk met het oog op onze eigen woningzoekenden. Hoe denkt het college het uit te kunnen gaan leggen aan woningzoekende inwoners? Zit het college hier voor de gemeente Teylingen of voor Afrika en voor het Midden-Oosten? Wil het college inwoners van Teylingen aan een woning helpen of vooral de overheid laten zien hoe goed ze de alsmaar uiteindelijke massa-immigratie faciliteren? Forum voor Democratie roept het college op met de vuist op tafel te slaan in Den Haag. Het college moet zich uitspreken tegen deze dwangwet. Met meer dan 1000 woningzoekenden in Teylingen, een alsmaar dalende koopkracht, een verlies van sociale cohesie en toenemende onveiligheid, zou geen bestuurder zichzelf nog in de spiegel kunnen aankijken en zeggen, wat ben ik toch goed bezig door het hoepotje van Den Haag te springen. Uitvoering geven aan deze wet zonder enig signaal van onvrede en van verzet af te geven, is een schoffering voor elke inwoner van Teylingen. Forum voor Democratie verwacht daadkracht in het Teylingse belang. Dank u wel.